is, ja, kijk, als je een monumentaal orgel hebt, neem nou bijvoorbeeld een Rolls in Haarlem of de Laurenskerk, of dan mijn eigen orgel in beslag. Dus al die hele grote orgels. Ja, die orgels doen natuurlijk wat, hè. En al die pijpen die erin zitten, die zijn er niet voor niets in geplaatst. En ik weet uit ervaring, omdat u er nu zo over begint, over dat luid spelen, dat je hebt organisten die weten van een enorm groot orgel. Weten ze, ja, laten we zeggen, een heel klein orgeltje te maken. En dat ligt mij natuurlijk niet, dat kan ik niet. U moet mij ook nooit laten spelen op een klein orgeltje of op een koororgeltje, want dan staan mijn vingers absoluut stil. Het gaat gewoon niet, kan ik niet. Dus als ik u mag samenvatten, dan wilt u graag dat alle pijpen van het orgel even meedoen? Af en toe, waar nodig en waar je het niet nodig hebt. Want ik hou ook van enorm stilspelen. Daar hou ik ook geweldig van, ja. Wat voor muziek houdt u zelf? Luistert u thuis, wanneer u thuis komt, zet u dan onmiddellijk een plaat met een orgel op van een ander of van uzelf? Nee, of? Nee, dan luister ik niet naar orgel. Dan luister ik bijvoorbeeld naar de symfonie van Frank of ik luister naar Berlioz of wat dan ook. Houdt u van moderne muziek? Als het goed is, ja, dan hou ik erg veel van moderne muziek, maar niet van eigentijdse muziek. En zeker niet bij die orgelstukken bijvoorbeeld waar je met je ellebogen op de toetsen moet gaan liggen of de motor gaan afzetten dat je het spelen bent en dan weer een keer aanzet. Daar hou ik helemaal niet van. Dat vind ik zulke geestelijke, muzikale armoede. Ik kan er niet tegen. Dan heb ik hier een paar fragmentjes muziek en die zou ik u graag eens laten horen. En dan zou ik eigenlijk wel eens willen horen wat u daarover vindt. Ah, doe u. Even zitten luisteren naar een stukje van Jean-Michel Jarret. Zeer geliefd op het ogenblik. Wordt op Hilversum 3 nog wel wat van gedraaid. Als u zoiets nou hoort, wat vindt u dan? Nou, ik mag dat wel horen, echt waar. Het is natuurlijk heel... dat is een heel ander vak wat zo'n man doet. Het is wel muziek maken en dat doet hij mooi ook. Maar het is natuurlijk een heel ander vak als ik doe. Mag ik u nog een ander fragmentje laten horen? Ja, natuurlijk. Het was een stukje van Apollo 100, Joy, ja. Werd het kortweg genoemd. Eigenlijk het oorspronkelijke Jesus Joy of Man's Desire. Dat heb ik gehoord, ja. Ja, kijk, het genre is natuurlijk heel iets anders als wat ik doe. Maar om nou te zeggen, ik vind het niet mooi. Kijk, het is natuurlijk totaal geen Bach meer. En dat vind ik jammer. U vindt dat het oorspronkelijke toch wat te ver is? Oorspronkelijk vind ik toch mooier, ja. Dat vind ik toch echt mooi. Heus wel. Nog één slotfragmentje. Heb gelezen over Noach, over de ark en watervloed. Ik heb gelezen over Daniel, het bidden gaf hem leven moed. Ik heb gelezen over David, hoe hij zijn 5 steentjes nam. Ik heb gelezen over Mozes die aan Farao ontkwam. Ik heb gelezen... De zangeres Iteke, hebt u nu gehoord? En ja. Wat vindt u ervan als je dat hoort? Nou, ten eerste zingt ze ontzettend duidelijk. Je kunt ieder woord kan je goed verstaan. En ik vind het door zijn eenvoud vind ik het erg goed. U vindt het fris? Ja, ik vind het erg fris. Ik vind het heel goed zelfs. Echt waar. Wat vindt u belangrijker, de boodschap zelf of de muziek? Beide. Beiden is belangrijk. Beiden is zeer belangrijk. Zowel de boodschap als de muziek. Vooral hoe de muziek gebracht wordt. En hoe ze gespeeld wordt en gezongen wordt. Speelt u graag muziek waar een boodschap in zit? Ja, natuurlijk wel. Liefst wel. Vindt u die belangrijk? Ja, ontzettend belangrijk, man. Dat is heel belangrijk, ja. Ja, ik speel ook wat. Ik begin mijn concerten ook meestal met een koraal of een geestelijk lied. En ik eindig er ook altijd mee, kan je wel zeggen. We gaan besluiten met een stuk wat u zelf heeft gespeeld. Misschien kunt u zelf aankondigen.
Dat was Trumpet Voluntary van Clark, gespeeld in de Oude Kerk in Amsterdam.